Hallo, ik ben Desiree Stokkel. Het is 16 september 2015. De algemene vreselijk. De algemene beschouwingen kan ik niet volgen. Ik vind het gelul zo pijnlijk aan mijn hoofd. Moet ik nodig zeggen, ik stik in mijn eigen woorden. Maar ik zal even wat zakelijker worden. Ik denk dat het parlement Nederland gaat laten klappen. Op het moment dat wij een overstroming aan vluchtelingen krijgen. En hoe kom ik daarbij? Nou, er is bepaald gedrag gaande al de afgelopen jaren. Kijk, eerst in 2007, 2008 dachten al die politici dat ze ongehinderd mensen zouden kunnen folteren en vermoorden. Ondanks dat Desiree Stokkel een rechtszaak start bij het internationaal strafhof. Toen zijn ze de dictatuur Nederland gaan bouwen in hoog tempo. Er zijn dus allerlei stichtingen en vriendjesclubs gekomen om de elite aan bestuursfuncties te helpen met leuke arbeidscontracten. Daarvan is een miljardenindustrie gemaakt. Die miljardenindustrie heeft Desiree Stokkel ook machtiger gemaakt binnen ambassades. En dat is een vreemd soort macht, maar ik heb het wel. Ik voel me er niet goed bij, maar ik heb het wel. Hè? Toen is er een periode gekomen dat de dictatoren overduidelijk een boodschap hadden voor het volk. En dat is bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen en ook op het recht en op de advocaat en wat dan ook. Intussen hebben jullie van mij al in 1300 video's uitgelegd gekregen dat we in Nederland helemaal geen rechtbank, advocaten, orde, advocaten, professoren recht, professoren economie meer hebben. Omdat ze allemaal de elite helpen bij het aan de macht blijven, terwijl ze dus de rechtsstaat Nederland afbreken. Het was altijd veiligheid voor, veiligheid na, Wilders met zijn geschreeuw. En wat zie je nu? We hebben de MH17 gehad. De MH17 proberen ze weg te poetsen, maar dat kan niet, want ik ben er. En ik niet alleen. We hebben nog steeds op het internet een schreeuwlelijk en die heet Wifka en die zit in Duitsland. En die claimt een beloning van 30 miljoen dollar te hebben voor een persoon die bewijst wie de dader is van de MH17. Nou, als je het juridisch correct op een rijtje zet, dan ben ik de enige die dat kan bewijzen. En dan ben ik ook de enige die de Nederlandse families kan helpen bij het eisen van schadevergoeding of het zelfs in de gevangenis zetten van de Nederlandse politici. De MH17 is een toneelstuk van het parlement en de koninklijke familie en ze ontdekken nu dat ze er waarschijnlijk niet mee wegkomen. Dus moeten ze iets bedenken om de nationale veiligheid van Nederland te manipuleren. Het gaat al lang niet meer over het volk. Het gaat helemaal niet over Nederland, niet over de soevereiniteit, niet over onze economie, niet over het talent van het volk. Het gaat niet over de eerlijkheid, rechtvaardigheid. Het gaat alleen nog maar om het aan de macht houden van die 10.000 dictatoren in Nederland. Nu krijgen we een rare begroting. Ik moet zeggen dat ik dit jaar ook de miljoenennota nog nauwelijks heb ingebladerd. Mensen, het past niet in mijn hoofd. Ik wil Nederland bouwen als soeverein land. Ik kan niet twee dingen tegelijk doen. Ik kan me niet helemaal verdiepen in het gelul van onze dictatoren. En me maar blijven verdiepen in allerlei structuren voor stiekem moord. Terwijl ik ook nog iets anders wil. Ik heb die grondwet voor de Republiek Nederland. Ik kom binnenkort met een vluchtelingenwet. Vluchtelingenwet ICC 2015, dat duurde nog wel een paar weken. Ik moest erover nadenken, ik moest allerlei reacties op het internet verwerken. Nou, dat heb ik nu wel gedaan, ik ga binnenkort die wet schrijven. Ik heb 3 weken, 4 weken gedaan over het schrijven van de grondwet. De vluchtelingenwet is een klein beetje, dus dat zal wel meevallen. Wat je ziet is dat het parlement wegloopt van haar juridische verantwoordelijkheid. Ze proberen nog altijd de hele rechtsstaat af te breken. Ze proberen toegang tot het recht, toegang tot de advocaat, toegang tot hulp van universiteiten, dus professoren die het klootjesvolk helpen, af te breken. Daar zijn ze nog altijd mee bezig. Maar ze zien dat ze het niet redden. Als je op een punt komt dat je niet meer kunt liegen over de nationale veiligheid van Nederland, eerst de MH17 en nou een vluchtelingenprobleem, dan krijg je
dat oorlog plotseling heel snel voor je deur staat. En wij mogen in Nederland echt blij zijn als hier niet de straten worden afgebroken, geen gebouwen in de fik gezet worden, enzovoort, enzovoort. Ik denk dat het parlement valt, dat de regering valt, op het moment dat er te veel vluchtelingen zijn en er te veel oorlog is. Wat gaat er dan gebeuren? Nou mensen, dan kan ik niet het arbeidscontract van de minister-president opeisen zonder hulp van andere landen. Dan zullen het andere presidenten moeten zijn wereldwijd die willen dat er in Nederland geen oorlog komt. Als die presidenten om welke reden dan ook daar gewoon even geen tijd voor hebben of geen zin in hebben, dan krijgen we wel degelijk een oorlog, want tegen PVV Geert Wilders ligt ook een internationaal strafrechtszaak. En ik bewijs zelfs rond Geert Wilders dat die rechters allemaal hebben gelogen. Dat die advocaten OM tijdens die rechtszaken tegen Wilders, discriminatie, allemaal hebben gelogen. Ook toen, tijdens die rechtszaken, gold het Folterverdrag al. Die rechters en OM hadden nooit die rechtszaak zo mogen draaien. Want als je het Folterverdrag toepast, dan had het volk in mei 2007 geïnformeerd moeten worden over de corruptie tussen het parlement en de rechtspraak, het OM en de politie, en had het volk geïnformeerd moeten worden over de rechtszaak tegen Nederland bij het internationaal strafhof. Dat is dus niet gebeurd. Daar zijn al die oorlogen uit ontstaan. Dan krijg je dus de situatie dat het buitenland heel goed weet hoe crimineel Nederland is. Dat zou nog wel eens heel raar kunnen exploderen. Terroristen in Syrië willen ook Libanon aanvallen. Tegelijkertijd zegt Assad, ja oké, ik wil wel met mensen samenwerken, maar mensen willen niet met mij samenwerken. Er is iets heel vreemds aan de gang waar maar geen einde aankomt. En dat is dat Amerika wil dan wel met, samen met David Cameron drones inzetten om daar Syriërs dood te schieten, maar wil niet met Assad praten over een oplossing. Dan begint Obama plotseling te brullen, nou ja, Rusland moet er maar wat doen. Waar komt dat vandaan? Nou mensen, dat komt nu doordat ik tegen de NAVO een internationaal strafhofrechtszaak ben gestart. Omdat ik er zo genoeg van heb dat mijn lichaam en mijn sociale intelligentie wordt misbruikt voor het doden van mensen. Dus Obama, die weet wel dat hij toch niet overal mee weg kan. En dan lijkt het alsof daar allemaal niks mee gedaan wordt, hè? Bijvoorbeeld die NAVO. Ja. Koningin Elisabeth wilde haar jubileum, maar prins Charles, die doet wel degelijk iets met mijn e-mails en mijn website en mijn bewijsstukken. Dat geldt ook voor andere landen. Monaco doet er ook iets mee. Je ziet het niet direct, maar reken maar dat ze er wat mee doen. Dus wat je krijgt, is dat Obama beseft dat hij de NAVO in een probleem heeft gebracht en de NAVO beseft dat ze in een probleem zitten door het internationaal strafhof. Als die vluchtelingenstroom door Europa trekt, dan vergroot dat de oorlog en die wordt aangemaakt door het internationaal strafhof. Ze weten bij het ICC niet meer hoe snel ze die website moeten uitbouwen om maar de suggestie te wekken dat ze nog een beetje werken, terwijl zij de motor van de, voor de duivel zijn. Wat gaat er gebeuren als we hier een extra vluchtelingenstroom krijgen en er is nog geen overeenstemming tussen Assad en het bestrijden van de terroristen samen met andere West-Europese partners? Nou, dan krijg je dat het ICC hier in Europa, dus niet alleen in Afrika en in het Midden-Oosten, maar in Europa, waar de terroristen over de grond heen lopen, nog meer ellende gaat aanmaken. Het ICC, het ICJ staat nog steeds in Den Haag. We hebben een Argentijnse minister of een Argentijnse president voor het internationaal strafhof, waarschijnlijk zonder opleiding. En die koe is daar neergezet omdat ze koningin Maxima moet helpen bij het vermoorden van mensen. Snap je wat de implosie gaat worden? Kijk, ik zet hem hier op het internet. Ik kan hem nog altijd vertellen, omdat het gewoon de waarheid is. Maar Mark Rutte weet niet meer wat hij zeggen moet. En dictator van de Steur ook niet. En al die andere 223 doen net alsof ze nog hele oplossingen hebben. Maar dat is ook niet zo.
10 minuten. Ik stop. Dag.